is mij een grote eer om weer naast de koningin van GamersNet plaats te nemen voor een nieuwe Indie Spotlight. Want als Soraya in de building is, dan is het meestal om ons educatie te geven over de laatste Indie Games. En ja, dat is waar. Je bent ook lerares. Ik word inderdaad eventjes op een podiumpje neergezet, de bloemetjes naar me toe gegooid. Ja, je staat op een voetstuk. Ja. Hel Soraya. Hey, je hebt een hele leuke game meegenomen, namelijk Swords of Ditto. Dat is echt heel Brits, hoor je dat? Wauw, mooi. Swords of Ditto. Swords of Ditto. Dat is niet een Pokémon game, maar het is een game. Het is inderdaad een indie game. Ja, maar het ziet er wel heel leuk uit. Ik kan niet anders zeggen. Ik was wel heel bang, want toen ik het aan je liet zien, dacht ik echt zo, oh, nu komt weer, oh, het is een typische indie game. Ja, het is ook een typische indie game, maar ik vind de stijl, ik word wel vrolijk van de stijl, want het is niet te hippie. Het is wel echt gewoon leuk gedaan. Ja, en dat is dus, het ziet er heel toegankelijk uit. Dat vond ik zo heel erg leuk daaraan. En de muziek paste ook, weet je, wat je ziet is ook eigenlijk wat je hoort. Ja, wat is Swords of Ditto in het kort? Swords of Ditto in het kort is eigenlijk, het draait allemaal om de sword. En wat je moet doen, je speelt een poppetje, die speel je 4 dagen. Lukt het je niet om binnen 4 dagen de heks dood te maken, ga je dood, helemaal prima. 100 jaar later wordt er weer iemand wakker en die pakt weer de Swords of Ditto op. En die heeft ook weer 4 dagen. En zo gaat het oneindig vaak door. Oké, maar wat jij zei, het lijkt een beetje op Zelda, maar het lijkt dus op verhaal ook een beetje op Zelda. Want Zelda is ook elke generatie zich een nieuwe Link die weer het zwaar... Dus is het een Zelda-parodie? Ja, maar echt super licht. Het is geen ode aan Zelda. Nee, nee. Dus het is niet dat je heel veel potten tegenkomt dat je die allemaal moet smashen, maar je kan net wel gewoon het gras allemaal, weet ik veel, vandaan harken en zo. Daar komen wel muntjes uit, maar... Een beetje een snufje Zelda. Het is een snufje Zelda, maar dan de oude Zelda games, het is top-down. En je moet gewoon met zwaardje allemaal monsters dood maken. Ja, het is inderdaad wat je gaat doen. Eigenlijk in de eerste 4 dagen ga je zoveel mogelijk telkens alles verzamelen. Zoveel mogelijk geld verzamelen, zoveel mogelijk items. Maar je gaat ook je zwaard upgraden. Want het is niet het personage dat je upgrade, maar echt het zwaard. Het enige wat je met het personage kan doen is stickers op diegene plakken. Je verzint het niet. En die krijgt dan special abilities. Maar die zijn heel vervangbaar. En na die 4 dagen hou je wel de wapens en de items en de shit. En je houdt alles. De nieuwe generatie neemt dat dan weer mee. Zeg maar. Ja, wat er een nieuwe generatie opstaat, die moet dan naar de begraafplaats toe om daar alles weer op te pakken. Ja, super macaber ook. Heerlijk, ja. Oké, hoe lang is dat leuk? Want ja, de gameplay is dus gewoon top-down. Is het ook echt een beetje zoals vroeger met die Zelda, dat je ook gewoon je richting moet geven en dat je vijanden wegslaat? En... Ja, je kan kiezen of dat je het op console speelt of gewoon met muis en toetsenbord. Het is dan ook PC en PlayStation. Ik deed op toetsenbord, nou dat was eigenlijk niet heel erg lekker. Het is dus inderdaad niet de standaard blokjesrichting die je vaak hebt met de oude Zelda games. Dus je kan wel gewoon 360 graden draaien. Dus dan vraagt wel wat precisie, zeker als je bepaalde vijanden hebt. Maar het is inderdaad wel heel typisch, gewoon een beetje zwaardje. Ja. En je boemerangetje en je pijlenbogie. Dus ook weer boemerang en pijlenbogie? Ja. Ik vind het wel heel erg Zelda. Als je van Zelda, van oude Zelda games houdt, dan is dit wel een game voor jou, denk ik. Absoluut, ja. En het blijft best wel lang leuk, moet ik zeggen. Ik vond het juist heel fijn. Weet je, die 4 dagen, dat kan... Ja, ik ben best wel een Leroy Jenkins, dus ik was echt wel met een uurtje was ik door die 4 dagen heen gerend. Of ik zorgde ervoor dat ik dood ging, dat ik kon naar de volgende. Maar op die manier hou je de game gewoon in kleine stapjes en behapbaar. Dus zo ga je eigenlijk, heb je heel snel toch flink wat uren erin zitten. Ja, en is het uiteindelijk doel is het om de eindbaas te verslaan, denk ik, Gannon? Ja, het is inderdaad de bedoeling dat je de heks verslaat, maar daarna kan je ook nog verder. Want elke keer wel, als het je niet lukt om de heks te verslaan, dan regeert zij voor 100 jaar over dit en de mensen die daar, weet je, het heeft ook invloed op het stadje. Okay. Want lukt het je niet, dan gaat de volgende 100 jaar, bij de volgende held is het stadje gewoon meer vervallen. De mensen zijn wat duister en ze denken, oh, we geloven niet meer. Zelfs na 3 keer dat ik was overleden, wou ik zeggen, want dood was gegaan, af was gegaan, waren ook echt poppetjes zeiden, we aanbidden nu die heks en we geloven niet meer in de held die ons zogenaamd zou redden. Ja. Maar als je dan de heks wel weer... Dat is heel tof gedaan, want op die manier heb je elke keer weer net iets anders. Maar lukt dat je wel de heks verslaan, dan zie je ook weer het stadje wat meer opbloeien. Je krijgt wat meer sidequests die je kan doen, meer grotten die je normaal door kan lopen. Oh, wat leuk! Dat is heel tof gedaan. Ja. Heel tof gedaan. Want, maar er zijn nu natuurlijk ook gamers die gaan gewoon proberen om hem zo vaak mogelijk niet uit te spelen. Absoluut. Om te kijken, wat gebeurt er dan met het stadje? Ik vraag me af hoeveel lagen ze hebben gemaakt. Hoe vaak je af kunt gaan. Maar goed, dat heb jij niet, want jij hebt het uitgespeeld op een gegeven moment. Ik ben inderdaad gewoon doorgerend en ik heb mijn best gedaan. Maar als je niet je best gaat doen, dan kom je inderdaad op zulke dingen uit. En dat vond ik juist tof. Weet je, ik was bang dat je inderdaad elke keer hetzelfde gaat krijgen. Ja. Al ziet weer hetzelfde uit, maar ook het landje om je heen verandert. Ja. Weet je, want de gebouwen staan echt niet 100 jaar op dezelfde plek. Nee. Dus dat was hier ook het geval. Superleuk gedaan. Echt onwijs tof. Vond ik echt heel tof gedaan. En alleen al het muziekje, als je dan opstart en ik loop dan altijd bij mijn computer weg, weet je, dan zie ik weer iets glimmends, denk ik, oh, wat is dat? En dan draaien ze de hele tijd het liedje en dat was ook echt heerlijk. En normaal draai ik keihard muziek, Disney muziek eroverheen en dit dacht ik... Het is niet eens nodig. Het is niet nodig. De soundtrack is goed genoeg om Disney te verslaan. Oké, zover wil ik niet gaan. Nee, disclaimer, nee. Disclaimer, nee. Maar het is wel heel fijn en het speelt gewoon lekker. Maar je moet echt wel op een console of in ieder geval met controller. Ja. Kan ook op PC met controle. Dat kan even ook, hè. Als je heel slim bent. Dat lukt mij dan weer niet. Ik ben een vrouw. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Oké, wat kost zoiets? 20 euro. Dat is wel veel geld. Is het? Ik vind eigenlijk, zeker als je kijkt hoe het spel eruit ziet. En het enige negatieve wat ik dan vind, en wat heel veel mensen, wat ik inderdaad online ook eens zie, is... Er zit wat herhaling in. Ik denk, ja, dat is logisch, want dat is het spel. Ja. En dan was inderdaad ook nog het enige. Ja, je doorloopt het niet met één poppetje. Ja, dat is het spel. Dat is het spel, want 100 jaar later ben je dood. Ja, dan ben je gewoon weer een ander. Weet je, dat is gewoon verwerpelijk. Ja, ik heb het uitgelegd. Kijk dat. En wat af en toe wel, qua framerate was het iets. Weet je, dat trok het niet helemaal. Want ze wilden heel veel in deze games stoppen. Weet je, de ene keer regent het, dan heb je ook weer onweer doorheen. Dus de studio heeft misschien iets te veel hooi op zijn vork genomen. Ja, maar dat is wel te optimaliseren. Ik bedoel, we praten hier niet over 3D graphics van Battlefield. Nee, maar het is wel... Je merkt af en toe het spel, weet je, af en toe bij een bliksemschicht duurt het allemaal net iets langer. Ja. Want dan dacht het spel, wat gebeurt hier? Ja. Maar dat is juist, ik denk, dat vind ik juist tof. Dat ze niet dachten, nou, het is elke keer mooi weer en klaar. Leuk. Is het ook? Ja, ik ben enthousiast over Swords of Ditto. Ben jij dat ook? Laat vooraf weten in de reacties. Bedankt wel, Soraya. Ja, jij ook, Peter. Voor het meenemen naar Swords of Ditto. Als je Zelda fan bent, van vroeger, de oude Zelda games, top-down. Nostalgie. En je zoekt een leuke game, een superleuke stijl, oprecht. En gewoon die gameplay dan in Swords of Ditto van jou. Soraya, volgende week ben je er weer met een nieuwe Indie Spotlight. Yes. Of ik er ben, dat weet ik dan niet. Ik hoop het. En anders iemand anders. Onwijs bedankt voor het kijken. Laat weten wat je ervan vond. En tot snel. Wat ben je nou? Met twee vingers. Ja, jij mag niet zwaaien, toch? Dat is de scouting.